Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een hotlap op Hongarije. Dus laten we meteen gaan beginnen. En vind je het dan een leuk? Like even de video, abonneer als je nieuw bent. En vergeet natuurlijk niet om dat belletje aan te zetten, zodat je geen enkele video mist. En dan gaan we lekker beginnen. En aangezien alle auto's toch gelijk zijn, gaan we eens rijden met de McLaren. Want Daniel Ricciardo is een groot fan van dit circuit. En heeft er altijd mooie dingen gedaan. Dus laten we eens even kijken of we snel kunnen gaan met de McLaren. Nou, daar zijn we dan jongens in de garage bij McLaren. En ik snap niet dat sommige mensen in de top dan alsnog assist hebben. Hier zelfs met traction. Oh my god. Nou, en daar beginnen we aan ons eerste rondje hier op Hongarije. Ik weet niet wat voor tijd ongeveer. Jezus, dat is veel te hard geremd. Gaan rijden. Dus we gaan gewoon even lekker rijden en kijken of we in de buurt komen van iets goeds. En deze curbs moet je echt gewoon niet aanraken. Zo. De back end had er ook niet zoveel zin in. Oh, dit gaat een beetje wijd, hè? Oké, geen corner cut. Interesting, interesting. Deze setup is heel snappy. Deze setup die draait de auto zo erg. Wat de hel, man. Oké. Never mind, we end up in the wall. Oh my god, krijg ik nu al die lijnen ook. Die moeten we daar even uitzetten. Die vind ik een beetje vervelend, dit blauwe lijntje hier. Daar hebben we helemaal niks aan. Dan zie ik echt amper nog de weg. Oké, we made it. Niet buiten de lijntjes gegaan. Helemaal mooi. Nu de rest nog foto's doen. De curbs in deze game, jongens, zijn heel anders. Ze zijn eigenlijk heel erg wennen. En ook, ik heb het gevoel dat ik veel meer uit die bochten slide de hele tijd. Echt, de downforce is ook flink veranderd. Dus ik moet nog steeds wennen. Poging 3. Ik ga meer short shiften, meer stabiliteit in de auto houden. En dan zien we het wel. Ah, ik snap die bocht echt niet. En nu ga ik veel te wijd en heb ik geen corner cut. Net ging ik een inimini beetje te wijd. Heb ik wel een corner cut. Oké, deze bocht moet ik even bij oppassen. Ja, ik heb echt al mijn tijd weggegooid omdat ik zo gefocust ben op die curbs. Nou, dat is in ieder geval een 1.15.9. Dat is in ieder geval zonder corner cuts. We staan 10.000ste ter wereld. Nou, kijken of we een rondje fatsoenlijk kunnen doen. Zou wel nice zijn vandaag, toch? Nou, dat is in ieder geval een oké-ish bocht 1. Bocht 2, semi-oké. Dit ook netjes gedaan. 2/10 in de pocket. Doe dit. Echt jongen, dit is zo'n bullshit. Dit is zo'n bullshit. Niet echt de meest memorabele eerste bocht. De back end slide all over the place op deze baan. Echt jongen, ik kan niet rijden zoals ik gewend ben van de vorige game. Oké, dat is een prima exit op start-finish. Nu de rest van de ronde nog bij elkaar nailen. In ieder geval DRS staat aan. Heerlijke exit. Een beetje vechten met de auto.
twee tiende is wat we willen zien. Ik ga hier gewoon even wat voorzichtiger doorheen. Zodat we gewoon een keertje een goed rondje hebben. Zonder track limits. En zonder curves aan te raken. Oeh. Ik moet zo voorzichtig rijden om niet in de muur te eindigen. Ah, relaxed gewoon. Dit kan ook nog veel sneller. En alsnog breekt hier gewoon de auto uit. Hou eens even op. Doe gewoon eens even mee en leuk wat ik wil. Nou, 14e met enorm veel moeite. En daar moet nog 15e vanaf, dames en heren. De setup die ik nu gebruik is ook nog steeds niet helemaal naar wens. Dus gewoon in eentje uit de leaderboards. En je weet maar nooit hoe die persoon de setup heeft gemaakt en wat zijn rijstijl is. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Toch al 10e verloren, hè? We hebben toch iets goed gedaan de vorige keer. Jongens. Lijpe shit. La 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 la. Ik heb een auto onder controle. Kijk, als we hier weer 2/10 vanaf kunnen halen, gaat het helemaal de goede kant op. Zelfs als ik niet curb raak, slide die back-end weg. Nou, dat we hem niet hebben gespind is al een dikke vette win. Maar we zijn er wel zo'n 3/10 ongeveer kwijtgeraakt. Dus die 15-2 zit er wel in. Nou, dit wordt denk ik een van mijn laatste rondjes. Het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Oh. Laat vooral natuurlijk jouw snelste tijd weten in de reacties. Ik weet dat jullie het allemaal veel beter dan mij kunnen. En ik weet ook dat ik het beter dan dit kan wat ik nu laat zien. Maar het zit er gewoon even... God, man. Niet in, hè? Ja, dit is een lekker begin. Voorzichtig hier. Hoe ben ik hier alles kwijtgeraakt? Te voorzichtig. Oké, het is nog goed te maken in de laatste sector. Waar gaat het mis? Zit hier een bump? Ja, je zit een hoogteverschilletje nu in de baan. Wat nou niet bepaald lekker met de auto omgaat. Maar kijk eens aan, we pakken hier gewoon 2/10. Daar is helemaal niks verkeerd aan hoor, dames en heren. 7000ste ter wereld. Met een baggerrondje doen we het gewoon. En ik heb een rivaal gebied. Ho! Fantastisch. Ja, jongens, we kunnen sneller, maar ik denk dat het wel een mooi is geweest. Dus we gaan niet meer heel veel rondjes rijden. En dan hebben we een fantastisch hot lap uitdaging gehad. Oeh, dat was tight. Dat was zo tight. Nee! Ai, mamma mia, we konden echt 2/10 in één bocht pakken en we doen gewoon helemaal niks. Nee! Echt jongens, ik ben er klaar mee. Onze tijd is een 1:15.294. Kan beter.
Maar niet nu. Want je ziet de rook en de slip dingen op de weg en alles. Het wil even niet lukken. Laat vooral jouw tijd achter in de reacties. Like deze video als je hem leuk vond. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om het belletje aan te zetten zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer, jongens. Later!